Stel je voor, je ex is ziek, hè? Hij gaat bijna dood. En door middel van een kus of van een zoen zo op die mondje gewoon zo, jij toch blijft hij leven. Anders gaat hij dood. De bek pissen, man. De bek pissen. De bek pissen. Die, motherfucker, die! Die, motherfucker, die! Today, you... Die, motherfucker, serieus! Ik doe honden. Om hem te genezen. Nee! Bosse mond rook naar spaghetti toen ik met hem had gezoend. Wat? Waarom als jij spreekt, mofa dank. Behandel je dames goed. Je mag nog meer zeggen. Ja, boy say shit. Wow. Wow. Hij is niet loyaal, hij heeft flow. Wat? Hij is niet loyaal. Cameraman. Hun patte shit. Ja. Niet geloven. En als we douchen, dan doen het in die liba. En als we douchen, dan doen het in die liba. Maar we zoeken naar succes in die vida. Maar we zoeken naar succes in die vida. Fuck wel mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, we zijn er weer. We zijn vandaag in Roffa. Wow, rook gewoon hier zo. Je ziet het man, en ik ben niet eens aan nu. Ik ga die video wel aan voor jullie maken. Blijf checken, abonneren. Want ik ga een hete vraag stellen in Rotterdam Kermis hier ook. Jullie zijn wel benieuwd naar die vraag. Zal ik die vraag zeggen? Stel je voor, je ex hè. Je hebt een ex hè. Stel je voor, je ex is ziek. En je kan hem een zoen geven om hem te genezen. Zou je die zoen geven aan je ex? Ik ben benieuwd of die meisjes, of die boys en Roffa dat doen. Of ze een beetje wel een goede hart hebben. Of wel toch nog wel een goede kant van hun hebben. We gaan het zien. En ik ga de video nu starten. Abonneer, geef een like. 2000 likes. En dan ga ik nu de video starten. Oh. Ja toch. Vandaag sta ik hier om met... Jasmin en Chelsea. Jasmin en Chelsea, oké. Zijn jullie een beetje ready voor de vraag of niet? Ja. Jullie zijn ready? Hebben jullie ooit wel een vriendje gehad? Ja toch? Ja. Dus jullie hebben ook dan exen gehad, toch? Ja. Zoveel! Zoveel? Ja. Wauw! Hè? Hoe dat zoveel? Ja, maar... Het kan gewoon of zo? Kan gewoon. Ja. Is normaal. Leef maar één keer. Leef maar één keer, dus je bent maar aan levensgenieten. Ja. Wauw, die chickies en Roffa zijn heet, man. Dan ga ik de vraag nu gewoon stellen, ja? Oké, stel je voor je ex, toch? Stel je voor je ex is ziek, hè? Je kan hem genezen met een zoen. Je laatste ex, je kan hem genezen met een zoen. Zou je hem dan een kusje geven om hem te genezen? Nee. Want zijn mond rook naar spaghetti toen ik met hem had gezoend. Wat? Zijn mond rook naar spaghetti? Hè? Nee. Poets die man niet toch zo? Poets die man niet. Nee. Niet tegen hem zeggen, je moet je tanden poetsen of zo. Nee, dat is zielig. Maar ik ga geen namen bossen. Je gaat geen namen bossen? Bos die namen gewoon, maar je kan gewoon bossen toch? Is niet eerlijk. Nee. Zes kijkt hij ook nog mee. Zeg je, leef maar één keer. Je moet genieten van je leven en dan weet je die naam niet eens bossen. Ja, maar hem hoef ik gewoon echt niet te spreken. Gewoon nee. Waarom als je hem spreekt? Mofadam. Oké, okay, en jij? Nee, man. Nee. Je zou geen kusje geven, één kleine zoen. Heeft je ex zo erge dingen gedaan bij jullie of zo? Nee, laat hem maar doodgaan. Nee. Laat hem maar doodgaan, wow. Hoezo? Heeft hij erge dingen bij je gedaan of zo? Ja. Ja, wat dan? Fuckboy. Ja. Je ex is fuckboy? Ja. Wauw, man. Wil jullie een laatste woord tegen je ex zeggen? Je stinkt. Wauw, je stinkt gewoon. En jij? Nee, ik hoef niks te zeggen. Ik ga mijn woorden niet aan hem verspillen. Nee, je wilt niks zeggen? Ja, ik verdien veel beter dan jou. Wauw, ze verdient veel beter. Als je dit ziet, ze verdient veel beter. Wil jullie wat zeggen van mijn kijker? Love jullie. Abonneer sowieso. Je hoort het maar, mensen. Ik ga jullie spreken. Dag dames, ciao. Ik heb het genoegen hier met... Dallison. Nairo. Wat? Met wie ben ik hier? Oh, Nasty. Nasty, oké. Okay. Jullie zijn ready voor de vraag, of niet? Ik sowieso. Ja, bent u ook ready? Nee, man. Nee. Oké. Kijk wat ik in mijn hand heb. Hey, die mag allemaal bossen hier, man. Als die vraag erg is, man. Wauw. Wauw, bazooka en die dingen daar, man. Ik ga die vraag stellen, ja? Zijn jullie ooit wel verliefd geweest of hebben jullie verkering gehad met een dame of zo? Ja. Ja? Ja, man. En u ook, toch? Maar je stelt die vraag verkeerd, man. Die vraag is nog niet klaar, bro. Zijn jullie ooit verliefd geweest op een dame? Misschien waren ze wel op heren. Wauw. Hey, klopt het wat die man zegt? Klopt het? Nee, man. Nee, het klopt niet. Nee, ik vraag maar, hé toch, tegenwoordig je moet oppassen met MeToo-problemen en zo, weet je? Ik hoor je, man. Stel je voor, jouw ex, hè? Je ex is ziek, hè? Gewoon ziek, ziek, echt ziek. Echt dat ze bijna doodgaat. Ze heeft alleen een kus van jou nodig, een zoen. Zou je die zoen geven? No, man. Maar dan wordt ze wel beter, hè? No, man. Eerlijk. Maar als ik peken heb of als ik gewoon... Oh, maakt niet uit, als je allebei hebt, bro. Ligt eraan hoe ze met me omging, man, ik zeg je eerlijk. Hoe ging ze met ze om? Hoe ging ze met jou om dan? Weet ik veel welke ex ook. Oké, ik vraag het nu, zou je het doen? Oh, ik denk het niet, man, no, man. Ik zou niet die kus geven? Bro, ze gaat dood, hè. Je ex gaat dood, hè. Nee, gewoon. Dood, hè. Oh. Ik zou in de bek pissen, man. Zou je in de bek pissen? De bek pissen. Die, motherfucker, die! Die, motherfucker, die! Today, you... Die, motherfucker, serieus! Ik zou in de honden. Wauw, hoezo? Waarom? Ik zou in de bek pissen, man. Ik zou dat niet helpen of zo?
Als je kijkt, als je denkt naar ex, hè. Heel veel mensen denken, met haar heb ik een relatie gehad. Maar zo moet je exen niet zien. Een ex moet je zien als zijnde. Ken je die negers van vroeger met die ketting aan hun been? Ja. En weinig geld? Ja. Je moet berekenen, wat ben je aan de kwijt, financieel. Aan de alimentatie die je moet betalen. Broer, ik heb heel wat geneukt. Ik ben heel vaak vreemd gegaan. Ik heb 12 kinderen. Dus als mijn ex doodgaat, hoef ik niks meer te betalen. Dan ben je blij aan de ene kant. Wat? Ik geef hem feest. Geef een feest. Ik nodig Travassi, Def Rhymes. Nee. Wauw, en plusje plas nog in de back. In de back. Hé hey bro, deze man is een legend, man. Oké, jullie hebben gewoon wat die man zegt. Ja, maar zeg ze, man. Heb je nog wat te zeggen voor mijn kijkers of zo? Wat zeggen, toch? Ja, toch. Maar luister, heel kort en krachtig. Ik heb een track uitgebracht. Die track heet Marjolein heeft borderline. Dat zijn allemaal vrouwen met borderliners. En de man krijgt altijd de schuld van die shit. Je weet zelf, omdat jij net toevallig gaat over ex. Mijn ex is 1,5 borderline. Ze hebben het uitgevonden, snap je? Dus ik heb eigenlijk een track voor de uitgeschreven, tenminste geschreven. En die zit op mijn Facebookpagina. Waar kunnen ze dat zien? Zeg maar je Facebook. Allemaal live of DJ Nasty Skills, daar kan je het makkelijk zien. Dus ze moeten zoeken DJ Nasty. Juist, DJ Nasty Skills, daar kom je erbij uit. Mensen, DJ Nasty, schrijf het op Facebook. Op Facebook alleen of andere platformen ook? Ja, Instagram sta ik ook op. En hoe heet die shit? Taku, wat is dat? TikTok. Ja, TikTok. Op TikTok sta ik ook. Maar bij TikTok sta ik weer onder Barbabars. Dat is weer een nieuwe naam, zeg maar, van iets wat ik probeer uit te... Ik hoor je, man. Volg die man, man. Ja? Ik ga jullie spreken. Ja, hey, rustig, hè, pa. Ik heb genoeg hier, met... Oh, Ricardo Belliot. En jij, weet jij? Shane Ricardo Belliot. Ricardo Belliot. Oké, ik ga die vraag alleen aan jou stellen, want ik denk ze alleen voor jou geschikt, snap je? Ben je ready voor die vraag? Ja, zeker? Zeker. Zeker? Ja, zeker. Oké, dan ga ik die vraag gelijk stellen, ja? Je ex is ziek en ze gaat bijna dood en die dingen daar. En je kan haar zeven, je kan haar redden. Door middel van een zoen, alleen een kusje, moi, gewoon. Zou je dat geven? Het is niet voor niks mijn exen. Maar ze gaat dood, hè, broer. Dus je zou dat... Ja. Oké, kleintje dan, kleintje. Gewoon hier. Een kleine kusje? Snap. Nog wel, dus je hebt wel ergens nog wel die liefdigheid nog. Ja. Dat was goed voor je. Want je bent namelijk de eerste die dat zegt, man. Vanaf tot nu toe. Ja, laat me gewoon ja zeggen. Hier, toch? Ik ga wel een kusje geven. Wat lief van die man, maar. Hey, ex, als je het ziet, hij zou je wel een bosje geven dat je beter wordt, man. Wil je nog wat zeggen tegen haar of zo? Nou. Maar het was wel gewoon een goede relatie, of? Hier toch, hier door die dingen gaan toch. Up en down, maar. Hoe lang had je met haar? Ik weet niet, man. 3 maanden of zo. 3 maanden, oké. En was je eerste relatie ook, of? Nee, of. Wat zeg je? Wat zeg je? Was je eerste relatie ook, of? Nee, man. Oké. Maar jullie zijn goed uit elkaar gegaan, of? Ja, daarom wil je die bosje ook geven, hè? Jawel. Kun jij nog wat zeggen voor mijn kijkers? Abonneer. Je bent op YouTube nu, hè? Je mag zeggen tegen allemaal YouTube-kijkers wat je wilt, man. Zeg maar, wil je ergens promoten of zo? Abonneer. Oh, dat abonneer. Wat wil jij zeggen? Volg deze man op Instagram, Snapchat, je weet hoe die dingen gaan. YouTube. Ik ga niet veel praten. Hey bro, dankjewel. Hè. Ik ga je spreken, man. Rustig. Waar moet ik naar kijken? Naar jou of daar? Mensen, weet je wat ze vraagt? Waar moet ik naar kijken? Kom op, man. Oké, ik sta hier ook met... Leila. Je komt van Rotterdam, hè? Ja. Rofa een beetje aan, of wat? Jawel. Ja, Rofa is aan, oké. Ben je ready voor de vraag? Kan ik die vraag gelijk stellen? Ja. Stel, heb je ooit een ex gehad? Ik? Nee, man. Waarom lach je? Waarom lach je? Ik kijk naar je lach. Nee, ik heb geen ex. Nee? Maar je hebt ook niet... Ja, dan kan ik die vraag niet stellen, man. Je hebt ook niet iemand... Je hebt ook geen verkering gehad vroeger toen je klein was. Gewoon een normale verkeer. Niet een echte ex. Gewoon iemand. Helemaal nog niemand gehad. Nee, wel gesproken, maar geen relatie. Stel je voor, diegene met wie je gesproken hebt, is ziek, hè? Ja. Hij is ziek. Maar je kan hem alleen maar zeven door middel van een kus. Van een zoen, moi, gewoon zo. Op zijn mond. Zou je dat doen? Hey, mond! Ja. Ik weet niet, maar gaat hij toch? Hij gaat dood. Ja, dan wel. Dan ja, ik zou hem wel zeven. Oh, kijk, eigenlijk moet het bij een ex, maar ja, ik doe het gewoon niet bij jou gesproken, heeft, je weet toch? Ik heb slechte jongens gehad. Slechte jongens gehad? Ja. Hoezo? Je hebt alleen gesproken met jongens, maar de jongens waren slecht of zo? Ze behandelen me niet goed. Nee? Dus Bas bij jou? Ja. Boys and shit? Ja, boys and shit. Ja. Je bent die jongens zat of zo? Wat zeggen tegen die boys die nu kijken dan? Misschien kijken ze, maar nooit. Behandel je dames goed. Je mag nog meer zeggen. Ja, boys and shit. Wauw, ze gaat niet al weg. Ze zegt boys and shit en zo. Zullen we niet eens afmaken? Ja man, je ziet het Rofa's aan in die dingen daar. Oké, dames, haar goed en die dingen daar? Of hoe zit dat nou? Oh, dankjewel. Ja? Dankjewel. Okay, dan ga ik de vraag gelijk stellen. Jullie zijn het. Ja. Oké. Zit je het zeker weten? Ja. Hebben jullie ooit wel een ex gehad of zo? Ja. Oké. Dan is het goed. Dan ga ik de vraag gelijk stellen, ja? Oké, stel je voor, je ex is ziek, hè? Hij is echt ziek, hij gaat bijna dood. En door middel van een kus of van een zoen zo... Op die mondje gewoon zo.
Je toch, blijft hij leven, anders gaat hij dood. Ja. Zou je die zoen geven? Ja. Oké, ik ben single, ik mag kussen wie ik wil, toch? Oké, maar je ex, hè? Dus je zou je ex een zoen geven? Ja. Oké, nice. En waarom zou je hem zoen geven? Ik heb hem toch al gekust eerder, dus wat is de problemen? Nice, man. Wauw. Oké, eerste reactie die eigenlijk wel gewoon flexie is, man. Want die andere zijn... Als je single bent en je ex gaat bijna dood, wat kost de moeite om hem nog een keer te kussen? Ja. Oké, ik hoor je. Dan ga ik door naar jou. Ik denk, jij denkt er anders over, maar zeg gewoon, wees eerlijk. Je hoeft niet naar haar te kijken, hè. Zeg gewoon straight wat je denkt. Als ik mijn ex een kus zou geven... Hij gaat bijna dood. Hij gaat bijna dood? Ja, dan wel. Jij zou hem kus geven? Ja. Maar dus dat betekent dat jullie wel goed afgesloten hebben met jullie ex, of niet? Niet allemaal. Sommigen zou ik wel dood laten. Je laatste ex. Ja, mijn laatste ex? Die mag dood, sorry. Ja, je laatste ex mag wel dood. Die heeft mijn hart echt pijn gedaan, man. Ja, joh. Kunnen me echt. Ey, nee, man. Nog wil je wat zeggen? Misschien kijkt hij er toevallig, je weet maar nooit. Die mag doodvallen. Je mag doodvallen, wow. Dat was de eerste letter van hem. A. Wow, ze gooit zo'n bos die letter en die dingen daar. Jij bent een lul, man. Oké, en jullie? Jij mag wel gewoon zoen geven en zo gewoon alles. Je laatste ex? De laatste ex, nee. Ook niet? Nee. Zie je laatste ex opeens anders, waarom? Die laatste zijn echt niet goed, man. Nee. Die zijn echt niet goed. Jullie wat zeggen voor mijn kijkers? Subscribe. Dat is het. SO naar hem. Ja, SO, gewoon veel succes en zo. Geef je nog veel geluk. Ja, dat man. Dames, dankjewel. Hè. Ciao. Graag gedaan. Wauw, ik sta met die strijders van Europa. Zeg maar wauw. Nee, ze zeggen wauw, je hoort het, die energy is hyped up. Oké, ik ga die vraag gelijk stellen, ja? Zijn jullie ready? Stel je voor, je ex is ziek, ze gaat bijna dood. En door middel van een kus zo op die mond zo. Gewoon die. Bro, zou je haar een kusje geven, dan wordt ze beter. Broer, ze is ziek, we willen ook niet doodgaan, toch, door haar Torres? Ja, dan. Snap je? Maar stop. Ja, ik hoor je, man. Dus ze zou niet doodgaan voor haar. Ja, maar weet je. Ze gaat dood, hè. Doet mij niet. Moest je niet weggaan, toch? Moet je niet, oh, zij was weggegaan. Ja, broer, soms ben ik weggegaan, soms zij terug. Ik snap haar ook niet, hè, broer. Ze komt dan niet maar terug, broer. Ik voel die woede in je, man. Hey bro, weet je wat? Je mag je woede uiten. Zeg tegen haar. Ik hou alles privé, bro. Zeg, wat je met Mattie zeven. Zeg gewoon dat ze een bitch is. Wat zei je? Ze is een bitch. Ze is een bitch. Ja, bro. Waarom is ze een bitch? Bro, dat is zij gewoon. Ex is in die kermis. Ex is hier. Hey, waar is je ex? Haal die ex. Laat haar komen. Ze is lelijk. Ja, bro. Ze is lelijk. En je mat is zegt ze is lelijk. Hoe dan? Dat is zo knuffel. Maar hoe dan? Hoe? Lelijk geworden, man. Lelijk geworden of zo wat? Ja, man. Wat zei je? Je wordt misselijk van haar. Zij is echt mislukt, hè. Mislukt? Ja, man. Wauw, man. Je wilt er niet zien. Ja, man. Kankerochtel. Maar zeg even wauw. Laat ik je. Wauw. Schreeuw even. Wauw. Boys, bedankt. Box. Ja, en ik ga jullie spreken, ja? Rustig aan. Ik ben met die boys van Roffa. Zeg ze man. Wow. Schreeuw een beetje. Ja! Roffa is aanwezig, oké. Jullie hebben ooit wel verkering gehad en die dingen daar. Sowieso. Tuurlijk! Tuurlijk! Je zegt gewoon tuurlijk! Tuurlijk! Oké, ik ga de verkering met dat dame. Ja. Oké, ik ga de vraag stellen, ja? Stel je voor, je ex zit in een ziekenhuis, je ex gaat bijna dood. En je kan haar helpen door middel van een zoen. Gewoon bij die mond, gewoon zo. Zou je er zeven? Anders gaat ze dood. Wat? Ze mag doodgaan. Waarom mag ze doodgaan? Ze heeft mijn hart gebroken. En jij? Je was aan het nadenken. No. Fokkaar, man. Fokkaar. Siso. Hoe heet ze? Bos de naam. Waarom heet haar naam niet, bossen? Je bent boos vandaag. Siso. En jij? Bro, high five hier, maar. En ze mag gewoon doodgaan, broer. Je mocht deze krijgen. Oké, dus Stefan, ze gaat echt dit bijna. Je zou het gewoon laten. Ja, man. Oké, Bos, de eerste letter. Eerste letter van de naam. C. KG. C. 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 KG. 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 Jij weet meer. Kijk, is mijn niveau. Kijk, hij flow. Niet exposen. Hij is niet loyaal. Hij flow. Wat? Hij is niet loyaal. Cameraman. Hij is niet loyaal. Wat? Hij is niet. Moet mijn kop, moet door mijn ding op mijn kop. Wow, broer. Ik maak foto. Hey, rustig, broer. Hou je rustig. Kom het goed, vertel even. Wat heb je gezegd tegen je? Hey, broer, vertel. Broer, maar die letter is gewoon C. Hun pat is shit. Ja. Niet geloven. Het is gewoon C, maar fuck mijn ex, ik heb wijfie. Hij is vet, man. En broer, je bent gelukkig met. Je bent gelukkig met je wijfie? Sowieso. Ik hoor je. Ben je laatste? Wacht even. Ben je laatste? Oké, vertel. Luister, die man.
Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Bro, heb je het laatste woord tegen deze man? Laatste woord. Hij is een fucking bitch. Is mijn neef, bro. Hij haalt mij wel uit, dus. We hebben wel liefde voor elkaar. Ja. Sowieso. Ja, Oké, geef even die handje, geef even aan Barassa, geef even een knuffel samen. Okay, dat wil ik zien, mensen. Je ziet dat Roffa. Ook voor jou. Wil je wat zeggen van mijn kijkers, boy? Zeg wat voor mijn kijkers. Je hebt mij niet gevraagd. Abonneer, dus abonneer naar hem, SO naar hem, je weet zelf. Rotterdam, je weet zelf. Hoor je maar, Roffa, hé, Roffa, laat je horen, man. Roffa, laat je horen, man. Het is goed, boys. Wat wil je zeggen? Ik kan zingen, mag ik zingen? Kijk. Jullie woede! Sing. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna go, yeah. Wow! Hey, we gaan die video afsluiten. Oké, okay, boys. Je ziet het. Dit was Roffa van Represent. Hey. Like, abonneer op mijn kanaal. Hoeveel blauwe duimpjes? Ontel me, bro. Hoeveel blauwe duimpjes? 20k. Mensen, ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik ga jullie weer zondag zien. Dan ga je zeggen, ik zoals altijd. Ciao. Wow. Enjoy on the bed.